Als je eten op de vloer laat vallen, heb je maar heel even om het op te rapen. 3 seconden. Ik denk een kwartier of zo. De 5-seconden-regel. De 5-seconden-regel. En waarom denken jullie 5 seconden? Bacteriën langzaam zijn. Maar klopt die 5-seconden-regel eigenlijk wel? Het verhaal gaat dat je eten van de vloer binnen die 5 seconden nog prima zou kunnen eten, omdat er dan nog geen bacteriën op zitten. Maar wat is daarvan waar? Dat zoek ik uit hier in de werkplaats. Eerst zoomen we in op die bacteriën. En specifiek hoe die van de vloer naar je eten verplaatsen. Bacteriën kunnen niet teleporteren, dus het moet wel even duren voordat ze op je eten zitten. Ze kunnen ook niet lopen of springen of vliegen. Maar sommige bacteriën hebben wel een zwemstaart. Verder zijn ze afhankelijk van de stroming van water en lucht om zich te verplaatsen. En de grote vraag is natuurlijk, hoe snel komen ze dan op je eten? Spoiler, die 5 seconden klopt in elk geval niet. Als we uitzoomen, zien we dat er onderzoek is gedaan naar de 5-seconden-regel. En nog veel meer naar hoe bacteriën zich verplaatsen. En hoewel bleek dat langer contact tussen vloer en voedsel zorgt voor meer overdracht van bacteriën, zeggen de studies ook, meer dan 99% van de bacteriën waren binnen 5 seconden overgegaan van een tegelvloer naar een plakje vleeswaar. En overdracht van bacteriën kon plaatsvinden binnen 1 seconde. Daarover straks meer. Laten we eerst eens kijken naar andere factoren die hierbij een rol spelen. Het maakt bijvoorbeeld uit op wat voor type vloer je je eten laat vallen. Vanaf de ene vloer kunnen meer bacteriën op je eten komen dan vanaf een andere vloer. Je hebt er misschien nooit over nagedacht. Maar als je eten plat op een gladde vloer valt, raakt het een groter oppervlak aan. En dus ook meer bacteriën die op de vloer zitten. Als we een heel klein stukje van deze boterham zouden testen in een petrischaal, zien we al snel een paar honderd bacteriën. Valt je eten op hoogpolig tapijt, dan zijn er minder van die contactpunten, waardoor er, in theorie, minder bacteriën op je eten komen. Als je dit dus in het lab zou testen, zou jouw vloerbedekking het meest geschikt lijken om vanaf te eten, omdat er minder bacteriën op je eten komen. Maar dat is zeker niet alles. In de praktijk kun je die gladde vloer namelijk veel makkelijker schoonmaken dan het tapijt. En hoe schoon de vloer is, is veel belangrijker. Als je dus regelmatig schoonmaakt, zou jouw cel waarschijnlijk schoner zijn dan het tapijt. En het verschil in aantal bacteriën op eten vanaf een schoon cel en een vies cel is groot. Maar het maakt ook nog uit wat je dan laat vallen. Bacteriën houden erg van nattigheid en daarmee kunnen ze ook makkelijker overgaan van de vloer naar je voedsel. Denk daarbij ook weer aan die zwemstaart of de stroming van water waarmee bacteriën zich verplaatsen. Valt er een stukje watermeloen op de vloer, dan zijn de meeste bacteriën al binnen 1/10 seconde overgedragen. Nou, zo snel kun jij je eten natuurlijk ook niet oppakken. Maar is het een stukje brood, dan is in diezelfde tijd nog maar een klein deel van de bacteriën overgedragen. Bij droog eten dat op een droog oppervlak valt, duurt het dus iets langer totdat de bacteriën op je eten zitten. Het kan dus wel lonen om die boterham snel op te pakken. Dat betekent niet dat er 0 bacteriën op zitten, maar waarschijnlijk wel een stuk minder dan wanneer je hem pas na een minuut op zou pakken. Het aantal bacteriën neemt dus wel toe in de tijd. En dat geldt vooral voor droog eten. Maar de contacttijd is dus niet de belangrijkste voorspeller voor hoeveel bacteriën er op je eten zitten. En één ding is in ieder geval zeker, als je eten op de vloer gevallen is, zitten er sowieso bacteriën op. Is het dan erg dat we die bacteriën binnenkrijgen? Nou nee, de meeste bacteriën deugen. Mensen denken vaak, hoe meer bacteriën, hoe gevaarlijker. Maar dat is meestal niet waar. In yoghurt bijvoorbeeld zitten heel veel bacteriën die eigenlijk heel gezond zijn. Er zijn miljoenen verschillende soorten bacteriën, maar een 100-tal daarvan kunnen ziekte veroorzaken in onze darmen. Meestal is dat buikgriep, soms ernstiger. De kans is heel klein dat er toevallig net op dat stukje waar jij je eten hebt laten vallen, zoveel slechte bacteriën zitten dat je er ziek van wordt. Maar als je heel vaak van de vloer eet, dan loop je heel vaak een klein risico. En al die kleine kansen bij elkaar opgeteld over langere tijd, maakt de kans dan wel weer groter dat je er ooit een keer ziek van wordt. Nou, to the point. Kunnen we nou wel of niet van die vloer eten? Dat hangt er dus vanaf wat je laat vallen, hè, iets nats of iets droogs, op welke vloer je dat doet en vooral hoe schoon die vloer is. Een stuk appel van een vloerbedekking zou ik niet zomaar opeten. Of eerst even afspoelen, zodat in ieder geval een deel van de bacteriën verwijderd is. Of even verhitten. Een koekje van een gladde vloer die kort geleden is schoongemaakt,
zou ik zelf nog prima opeten. Als niemand kijkt tenminste. Maar bij twijfel hou je dan liever aan de 0-seconde regel.